Sticks in rood-wit tenue. En de Lions in een bordeaux-blauwe outfit. Dit is Jamilio Richters aan de bal. Heel behendig. Speelt ook voor landskampioen Robin Hood. Punt hier de bal achter de doelman. 1-0 voor Sticks. Sticks komt dus met 1-0 voor. Maar de Lions komt terug. En dit is Mengalvio Seder. Sterke goal. Haalt hard uit. En de Lions komt zelfs op voorsprong. Vierde speler Jonathan Maatrijk wordt het 2-1. Dit is weer Richters behendig. Speelt de bal breed. En hij tikt de 2-2 in. Gestopt door de doelman en Gutierrez da Silva die met een hakbal de 3-2 maakt. Dat was ook de ruststand van de wedstrijd. We zitten in de tweede helft. Hier gaat Richters goed weg over rechts. Scoort 4-2. Stikt zijn balbezit. Zoeken naar de opening. En die vinden ze op links. En dan is het weer een doelpunt. Lucas da Costa maakt 5-2. En dit is een overtreding. Penalty. Hard, hoog erin. Terrence Pinas brengt de score op 5-3. En Sticks loopt weer weg. Nu is het de speler Isaac Carvalho. Die intikt na een assist van Jamilio Richters. 6-3. Balverlies hier. 7-3. Lucas da Costa. En hier balverlies. En Romano Stekel haalt hard uit, maakt het 7-4. En let u op deze goal. Vanaf zijn eigen helft scoort Nazaro Doesburg 8-4. Dan begint de terugkomst van de ploeg van Lions. Vangelino Sastro met je maakt 8-5. Hier is Vangelino Sastro met je weer. Geeft aan Gillian Maatrijk die maakt 8-6. En het zou zelfs 8-7 worden. Via Donna van Bonna scoort van dichtbij 8-7. 1 doelpunt verschil. Na een ruime voorsprong van 7-3, 8-4. Maar hier weer een mooie assist van Jamilio Richters op Vitorino Pinas. En hij bepaalt de eindstand op 9 voor Sticks en 7 voor de Lions.